Welkom bij deze screencast over de orthogonale projectie. Je ziet hier twee vectoren, u en i. En we willen graag de projectie van de vector i op de vector u, de orthogonale projectie. Nou, het is een loodrechte projectie, dus wat gaan we dan doen? Gaan we hier zeg maar een loodlijn neerlaten, zo. En dan, ik zal hem even een kleurtje geven, dan is deze vector. Die kunnen we ook hier tekenen. Die noemen we de vector z. Dan hebben we natuurlijk de projectievector, dat is degene die we zoeken. Nou, die teken ik dan even hier met rood. Die noemen we i-hat, i-dakje, met streep eronder natuurlijk. Dus dat is de vector als je i loodrecht projecteert op u. Dan zou je natuurlijk kunnen zeggen dat die z, die vector z, is eigenlijk, even kijken, is i min i het, i dakje. Klopt dat? Ja, als ik i neem min i het, krijg ik inderdaad die z-vector. Dat klopt. Nou, als nou die z, ik ga hem even anders opschrijven, de z, die zou ik omschrijven als i min alpha keer u. Ja, dus dit, je zegt eigenlijk dit stukje, wat hier zit, is alpha keer de vector u. Ja, dat zal in deze tekening iets van 0,7 zijn. Ja, dus die i hat is eigenlijk een aantal keer de vector u. Oké. Nou, als dan z en i loodrecht op elkaar staan, dan kun je ook zeggen, ja, maar wacht eens even, dan is, dan kun je ook zeggen van, oh, maar dan is i min alpha u, hè, dat is die i hat, inwendig, even kijken, dat is die z met u, moet dan 0 zijn. Even kijken, heb ik het nou goed gedaan? Die i min alpha u, dat is die z-vector, ik maak het nog even blauw, dus dit is zeg maar de z-vector, die zit ook hier en die staat inderdaad loodrecht op de u-vector. Nou, kunnen we dat wel eens even uitwerken. Dan krijgen we vector i inwendig met u min getal scala alpha keer inwendig product van u met zichzelf is 0. Nou, we zijn natuurlijk geïnteresseerd in hoe groot is die alfa. Ja, dus hoe vaak moeten we de vector u afpassen om in i hat te komen in de projectie. Nou, dan kunnen ze, oh, maar dan is die alfa, dat is natuurlijk i keer u gedeeld door het inwendig product van u met zichzelf. Ja, en als we die weten, weten we ook i hat, dan zeg je, ja, maar dan is de i hat, is natuurlijk alpha keer u, hè, dat hadden we al bedacht hier. Zeg je, ja, maar dat is dan, inwendig product van i met u, gedeeld door inwendig product van u, met zichzelf, keer de vector u zelf. Dit is een scalar, niks anders dan een getal. En dit is een vector. Ik zal het even netjes doen. Dat is een dingetje. Dit is zeg maar een vector. En die zegt eigenlijk zoveel keer de vector. En dan kom je in het geprojecteerde punt. Nou, willen we dat natuurlijk ook eventjes met een getallenvoorbeeld doen. Stel nu dat i is 7, 6. En de vector u is 4, 2. Nou, hoe gaat dat dan? Je moet even goed opletten. We projecteren i op u of het verlengde daarvan. Nou, even een tekeningetje maken. Dan heb ik hier zeg maar de x1-as en hier heb ik de x2-as. Dan heb ik de u-vector is 4 naar rechts, 2 omhoog. Dat zal ongeveer daar zijn. Dus dit is zeg maar de u-vector. Trek even door. Vector u. En dan hebben we de vector i. 7
4, dat zal 6 zijn, dus dan kom ik zo'n beetje daar. En dus dat is de vector i. Nou, en dan gaan we projecteren en dan komen we, als ik een loodlijntje neerlaat, zo, komen we daaruit. Waarbij, ja, dat is een rechthoek. En wat zoeken we dan? We zoeken dan deze vector. Dat is de vector die we eigenlijk zoeken. Met, nog een keer, als ik die blauwe vector hier afzet, zo. En dat is dan i min i hat. En zeg maar, in het rood heb ik hier gevonden de i hat, zeg maar, de projectie. Nou, laten we even kijken. Als we dat gaan toepassen. Dus ik projecteer i op, in dit geval het verlengde van u. Dan krijgen we i hat is dan inwendig product van i met u, gedeeld door inwendig product van u met zichzelf, keer de vector u. Nou, i inwendig met u wordt 7, 6, inwendig 4, 2. Dan heb ik hier u 4, 2, inwendig met 4, 2, keer u 4, 2. Is, nou, is 28 plus 12. 16 plus 4 keer die 4, 2. En dat zal iets worden van 40 gedeeld door 20 is 2 keer 4, 2. En dat past er net niet op. Wordt dan 8, 2. Dus die i hat, die rode i hat, dat is zeg maar de vector 8, 2. Nou, als ik in mijn plaatje kijk, ja, het klopt niet helemaal, maar het zou kunnen kloppen. Zo. Oké, okay, nog eventjes extra nog, dat is wel even aardig voor het inzicht. Dus ik heb nu gevonden, i hat is 8, 4. Oh, 2 keer 2 is 4, sorry, ik moet hier 4 hebben. Oké, okay. Dan komt hij al dichter in de buurt. Is 8, 4. Als ik nu doe i min i hat, dan is dat i. Dat was 7, 6, min de projectie, i hat is 8, 4. Dan krijg ik min 1, 2. Let op, die 7, 6, dat is de vector i. Dan krijg ik i hat, die ik net heb berekend, die zit daar. En tot slot heb ik dan i min i hat in het blauw, i min i het zijn heel veel kleurtjes, dus min is. Nou, het zou nu mooi zijn als je zeg maar dit laatste, als je zeg maar dat kunt begrijpen in dat plaatje wat je hier ziet. Nou, dan heb je al heel aardig inzicht in de projectie. Oké, bedankt voor het kijken.